liefelijkheid. Houd ons naar liefelijkheid. Barmhartige Vader, gij hebt Lucas uitverkoren om de verkondiging en in de schrift daar het mysterie van goddelijke liefde in het licht te brengen, in het bijzonder voor de armsten. Wij beroemen ons op uw naam en wij vragen u dat wij één van hart en geest mogen blijven en dat alle volken eens uw geluk mogen zien. Door Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, tot in de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, doe uw best om zo spoedig bij mij te komen. De mas gaf de voorkeur aan de wereld en heeft mij in de steek gelaten. Want dat zou ik kunnen doen zonder u zegen. Ik val mijn handen neer en kniel voor u neer. Ja, voor u die mij ooit heeft verlaat. Het koninkrijk van God is u nabij. Woord van de Heer. Maar het is niet verder ontwikkeld tot een grote 18e-eeuwse, 19e-eeuwse parochiekerk. Het is dat oude kerkje gebleven naar stijl en vorm. En dat is uniek. Het is om te koesteren. Geen grote stevige toren die al dan niet scheef staat, zoals in Nienhoven. Nee, een eenvoudig, sterk kerkje, getuigend van geloof. Laat de Vader ons daar voor de zielen maken. Goede mensen, we maken het altaar klaar. Dat kan niet zonder dat we solidair zijn met elkaar en met heel de wereld. Dank u wel voor uw wilde bijdrage bij dit eucharistisch offer.
elkander van harte een teken van liefde, vrede. Ga heen in vrede en in vreugde na de receptie.